Volgens mij is het fout. Of niet, is punten slepen. Oh. Ja, dat is fout. Pascal. Knol Power. Oh my god, het is 11:11. En ik heb het adres ingevoerd en ik ben er om 12:12. Dat zijn altijd van die dingetjes die ik heel erg tof vind. En dan moet ik ook opeens denken, als ik dan de tijd zo zie van 12:12. En dan pakken we heel even de 12 uur. Mijn oma die maakte mij en mijn broer altijd wijs dat als de klok precies op 12 uur zou slaan. En mijn opa en oma hadden dan zo'n ouderwetse klok, weet je wel. Dan hoor je zo klong. Nou, jullie weten hoe een klok gaat. In ieder geval, als je dat dan hoorde en je trok een gek gezicht zo... Ik moet wel één oog open houden voor het verkeer, maar dan trek je zo'n gezicht. Dan zou je gezicht voor de rest van je leven zo blijven staan. Omdat als de klok op 12 uur slaat, ja, dat is nou eenmaal zo. En Milan en ik, op een of andere manier, wij wisten dat het niet waar was. Maar toch durfden wij niet zo'n gezicht te trekken om 12 uur. Want ja, het is toch je oma, die vertrouw je, is familie. Dus, oh mijn god. En in ieder geval, superleuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. En dat was even een verhaaltje wat ik graag wilde vertellen. Jullie hebben het al gezien, ik zit in de auto. Helemaal alleen. Oh nee, ik ben niet alleen. Ik heb muziek. Dus ik heb het gezellig zat. En dat is maar goed ook, want ik moet 1 uurtje reizen om naar Zwolle te gaan. Dat nummer is zo lekker, hè? Oh, zo, hoorde je die knak? Wow, sommige mensen die kunnen dat echt super goed. Ik doe dan alleen af en toe even zo. Vind ik heel even lekker. Maar niet per se om te knakken, maar ik weet niet. Ik vind dat rekken gewoon lekker. Alleen sommige mensen die doen dan zo bij hun knokkels. En dan, oh, dan hoor je dat zo knak, 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 knak. Nou, je weet hoe een boom knakt. Nou, je snapt wel wat ik bedoel. Je hebt dat vast wel eens iemand horen of zien doen. Maar ik heb dus begrepen dat het heel slecht is. Want als je je knokkels gaat knakken, en als ik niet helemaal goed vertel, dan laat het maar weten voor iemand die er verstand van heeft. Verstand hebben van knokkels knakken, knaken. In ieder geval, dan komt er lucht elke keer als je gaat knakken tussen je knokkels. En dan kan je Remy, serieus en zo. Het is eind van de ochtend, maar ik doe gewoon alsof het heel vroeg in de ochtend is en ik nog niet helemaal wakker ben. Maar dat heet reuma. En daar kan je dus reuma van krijgen. Dus dat knokkels knakken, dat raad ik je niet aan om te doen. Of iemand die net als mijn oma zo'n leuk verhaaltje verzond, net zoals dat 12 uur, heeft mij dat wijs gemaakt. Maar volgens mij klopt dit wel echt. Zo. Laten we eens even kijken of hij thuis is. Kom maar mee. Ik heb nog nooit hier boven iets gezien. Dit is zijn paleisje. Zijn tweepersoonsbed. Zijn statief. Oh, zijn vriendje. En dan hier. Bam! What up? Yo, Pascal. Yo, man. Dit ziet er sick uit, yo. Ja, eigenlijk het enige wat ik altijd zie als ik met jou opneem, is jouw achtergrond. En ja, dat is dit. Dit is het enige. Ja, dus hier is Kevin. En die is waarschijnlijk aan het slapen, want het is gewoon overdag. Die zit waarschijnlijk... Hey, Kevin. Hey, Kevin. Die komt gewoon even hallo zeggen. Kijk dan. Wat een schatje. Hallo, Kevin. Kevin die heeft echt ADHD, dat kan niet anders. Ja, klopt. Die is zo druk altijd. Ik heb wel eens een video gezien van Kevin. En daarin is Kevin zo druk. Oh, die komt echt even hallo zeggen tegen jullie. Hallo. Kan ik hem eruit halen? Ja, sure. Ja? Oeh, nice. Komt Kevin even nog dichterbij. Kom maar. Dan moet je nagaan, nu is hij nog rustig, hè? En als het echt rond 1 uur of 8, dan wordt hij meteen super actief. Klimt hij overal in, helemaal bezig en al dat soort dingen. Dan is hij gewoon niet meer te stoppen. Ja, want ik heb ook een keer gezien dat hij helemaal hier zo gaat klimmen en zo. Ik ga jou pakken. Hey, hallo, Kevin. Oh, wat een schatje. Kijk, hier is Ariana Grande. Even een kusje. Mwah. 3 mooie schermen. Studiolampie. Het is wel echt super vet dat je daar achter van die ledverlichting hebt, dat paarse. Oh, je hebt zo'n... Oh, dat is geen Fufuzela, maar hoe heet dat ook weer? Kazoo. Oh ja, Kazoo. Ja. Jij hebt altijd van die rare dingen. Een neusfluit. Neusfluit, joh. Oh, doe een neusfluit. Oké, welke song?
You spin my head right round, right. Oh shit. Yeah, man. Mooi hè, Kevin? Ik kan wel een trucje doen met Kevin. Oh shit. Mag ik een trucje doen met Kevin? Ja hoor, zolang hij niet doodgaat. Nee. Komt ja. 1, 2. Nou in één keer heen. Kevin! Kevin! Kijk eens, Kevin! Oh, hey. Wow, hoe is hij daar in één keer terecht gekomen? Oh my god, ik doe Kevin weer terug. Je denkt wel, wat gebeurt er allemaal met me? Hier is mijn vertrouwde kooitje. Daar was het, Kevin. Bye bye. Oh, wat ga je doen? Zal ik hem dicht doen? Ik wil hem ooit nog een keer zelf maar aanleren dat hij hem zelf dicht gaat doen. Oh, dat zou sick zijn met z'n tweeën. Ja, ja, ja. Dat ik gewoon even zo dicht trek, weet je wel. Ja, dat zou echt sick zijn. Oh, kijk hem nou. Heeft hij wel eens gebeten? Nee, ik heb hem helemaal nooit gebeten. Het is echt een lief beestje. Ook niet geschreeuwd, want sommige hamsters die schreeuwen wel eens. Hè. Die gaan dan keihard schreeuwen, ja. Ik wist niet dat ze anders geluid konden maken dan een beetje piep, piep, piep. Nee, ze kunnen echt een nakrijsgeluid maken. Oh, maar hey, voor als je vergeten was wat Kevin was... Dan staat er op dat bakje hamster. Waarom staat er op dat bakje hamster? Die heb ik ooit gekregen met Sinterklaas vroeger. Ik heb hem echt al. Dat ding heb ik echt al 10 jaar of zo. Maar hij ziet goed uit, man, in je kamer. Dat is mooi, hè? Ja, super relaxed. Wow, dit tafel is wel cool, man. Ja, die heeft mijn vader gemaakt, deze tafel. Oh, echt super vet. Ja, echt nice. Helemaal van pallet en zo. En dan heb je daaronder heb je nog zo'n hele balk, zeg maar. Oh ja, maar dit is ook gewoon één muismat. Ja, klopt. Dat is inderdaad een muismat. Wow, ik wist geen eens dat je zo'n grote had. Ja, zeker wel. Oh, het lijkt me ook super chill. Ja, yeah, is echt fucking chill. Vooral omdat ik die twee toetsenborden muizen... Waarom heb jij 3 muizen? Dat valt me nu pas op eigenlijk. Wie heeft er dan 3 muizen? Ja, nou, ik heb zeg maar... Hier heb ik mijn game PC staan en daarachter heb ik nog maar mijn stream PC zeg maar staan. Dus ik gebruik 2 computers. Pascal gebruikt 2 computers. Ja, 2. Peace. Pascal, laat me nu serieus het geluid horen van een hamster die aan het schreeuwen is. Hè? Ik wist helemaal niet dat ze dit konden. Ja, dat is echt een nageluid dit. Ja joh, als je dat de hele tijd hoort. Ja. Het lijkt wel alsof je de stekker in een stopcontact doet, maar het niet helemaal goed gaat. Ja, precies. Maar dit zijn ze dus echt alleen als ze echt mad zijn ofzo, of als je dan in een zone komt. En dan heb je echt een beetje van die agressieve hamsters. Dan maken ze dus dit geluid. Jeetje, nou, Kevin is niet zo, hè? Nee, Kevin is niet zo. Kijk dan maar een schatje. A few moments later. Kevin en ik hebben nu een band opgebouwd en we kunnen een trucje. Kijk maar. Wat ga je doen? Oh! Wow! Zag je dat? Yeah. Kevin liet zich gewoon vallen. Kevin, dat hadden we niet geoefend. Wel een ander trucje geoefend. Kom op, gaan we nog een keer. Kom maar, Kevin. Nee, gaat hij weer via de achterkant. Kijk wat hij doet, kijk dat. Zo! Oh, oh my god, hij hangt gewoon ons de bal. Ah. Spider-Man! Geniaal. Ja, Kevin is zo druk, hè. Niet te geloven. Wil Kevin even een mooi plekje op mijn hoofd? Kevin is echt actief, hé. Niet normaal. In mijn hoofd. Waar gaat hij heen? Oh shit. Oh! Ja. Oh! God. Dat kietelde, jongen. Niet normaal. Oh, daar gaat hij weer. Kijk dan. Yo, deze hamster is echt super lief, joh. Dit is jouw ringtoon, toch? Van je telefoon? Ja, een tijdje geweest. Ja. Dit is de Hasselt ringtoon. Ja. Oh! Ja, ik weet niet. Ik heb net met Pascal heel even gepraat over... Wat is dit nou precies? Is dit nou een stad of een dorp? En ik dacht meteen een dorp, weet je wel. Blijkbaar is ongeveer 7000 inwoners heeft Hasselt, ja. Yeah. Maar het blijkt dus gewoon dat Hasselt heeft gewoon stadsrechten. Ja, klopt. Ik wist het eerst ook niet, maar dan kwam ik ook een beetje later achter. Oh, oké. Okay. Dus we zijn nu in de stad, maar het ziet er echt uit als een dorp. Het ziet er wel gezellig uit. Wij gaan even wat eten, toch? Ja, dat is waar. Oké, we gaan even lunchen. Lunchen bij de zon.
Ook al regent het, maar niet uit. Kan gewoon. Nu is de vraag natuurlijk altijd, wat gaan we eventjes eten? Nou, ik heb wel zin in een tosti. En Pascal ook. Tosti hamkaas is wat Pascal neemt. Maar ik neem de tosti Hawaii. En ik ben nu aan het uitleggen aan Pascal hoe dat eruit ziet. Ja. Dus je hebt zeg maar gewoon een normale tosti met kaas. Ja. En heb je zeg maar zo'n rondje van ananas. Maar dat wordt dan geserveerd in een kokosnoot van Hawaii. Echt? Ja, ken je dat? Hebben we nog nooit gezien? Nee. Nou, gaan we straks te zien krijgen. Ja, ik ben benieuwd, man. What the fuck? A few moments later. Man, wat ben ik boos. Geen kokosnoot. Ja, er zit een kokosnoot bij. Jij gelooft het echt, hè? De kokosnoot. Ja, ik dacht dat de kokosnoot erbij. Ik voel het wel zo raar, maar dit is wel hoe het zo hoort. Ja, dit is hoe het hoort. Gewoon lekkere tosti Hawaii. Dan heb je gewoon kaas, heb je ham. En dan zit er gewoon ananas tussen. Oh, ja. Ja, toch gewoon Hawaii. Maar dat is een beetje de ananas. Dat is een beetje het Hawaii-idee, zeg maar. Ah, ja, ik mis wel de kokosnoot dan. Ja, man. Ik had hem ook liever gewild. En dan zo'n rietje erin, weet je wel. Dan kon ik uit zo'n rietje... Ja, met melk en meuk erin. Yep. Goed, eet smakelijk. Ja, heerlijk. We zitten hier nog steeds een beetje te praten. Gewoon lekker gezellig. Ik heb lekker cappuccino gedronken. En nu ben ik al een tijdje aan het kijken. Naar die meneer daar, die de ramen aan het zemen is. En nu vraag ik me serieus af, zou die wel eens, net als wat hij nu doet, naar boven zijn gelopen en dat hij dan in één keer daar een vrouw naakt ziet staan en... Oh shit! Oh. Yo, dat zou helemaal overkomen, hè? Gewoon ja. Het beste werkdag van je leven. Ja, of dat je de ladder oploopt en in één keer een man ziet staan in een naakje stofzuiger of zo. Ja. En oh, no. Oeh, ik ga langzaam weer naar beneden. Nee, ik denk dat het serieus wel grappig is als je gewoon... Nou, stel voor, er kijkt iemand en die heeft als beroep ramen wassen. Heb jij ooit iets raars gezien? Zo ja, wat is dan het meest rare wat je ooit hebt gezien als je de ladder opliep en dan door het raam keek, zeg maar? Want ik bedoel, hoe je het of went een keert, je gaat sowieso door het raam kijken. Dat kan niet anders, toch? Ja, dat kan je niet negeren. Ik zou te nieuwsgierig zijn. En sowieso, ja, je moet het wassen, weet je wel. Dus je kijkt ernaar dus, en dan kijk je doorheen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Laat het weten in de reacties. Ik ga me waarschijnlijk doodlachen, want het moet wel dat je ooit iets ongemakkelijks hebt gezien. Als ik dit zo zie, dan denk ik wel van ja, nu het gestopt is met regenen en een beetje licht naar beneden schijnt, is Hasselt toch best wel een mooi plekje. Dat is wel een mooi plekje. Ja. Ja, Hasselt is wel een mooi plekje. Ik doe even een high five en dan klap ik. We wilden even klappen om het geluid te synchroniseren, maar die car die reed langs, dus ik dacht dat doen we straks wel. En toen negeerde ik de high five van Pascal, heel awkward. Yeah. Nou komt hij, 1, 2. Nice. Dat was hem. We gaan het volgende doen. Pascal die heeft ook een hele mooie camera en die filmt zichzelf. En nu is het zo dat wij allebei een opdracht hebben. Ik ga 2 items in Hasselt hier ergens kopen bij een winkeltje. En de bedoeling daarvan is dat ik het voor de neus van Pascal ga leggen later in deze vlog. Wow! Ik schrok me serieus helemaal de pletter. Ik ook wel te vallen. In ieder geval, 2 items moet ik kopen. Waarvan je denkt van ja, dat is gewoon moeilijk te raden als je het niet ziet, maar wel vasthoudt. Pascal gaat hetzelfde doen. Ja, ik ga hetzelfde doen. Ik wens je heel veel succes. Ja, ik jou ook. Nou, mogen de beste leuke items vinden. Ja, precies. En niet de seks op ingaan, hè? Nee, nog niet. Ja, jij weet hier waar alles zit, dus jij weet waar de seks op zit. Oké, ik heb eigenlijk nog geen idee waar de fuck ik helemaal precies heen wil gaan. Want ik weet dat je hier winkeltjes hebt, maar ik weet niet wat voor winkeltjes hier precies zijn. Dus we gaan hier eens even kijken of we hier leuke lachen dingen kunnen vinden. Ik zie hier wel een apotheek, maar... Ik denk dat je daar zo mijn spullen kan halen. Laten we als allereerste de boekenwinkel ingaan. Misschien hebben ze hier wel iets leuks. Oh shit, oké, hier heb ik wel een leuk winkeltje. Kijk, hier heb je allemaal gekke spullen. Drank en dat soort meuk. Hallo. Even wat ik zoek. Hoi. Oh, wat is dit? Speelgoed, dat zou misschien wel een goede kunnen zijn. Iets van speelgoed. Oh, hier heb je een spaarpot. Oké, dit is wel heel moeilijk te raden. Het is nog een leuke speelgoed ook. Dus dat kan ik dan daarna meteen aan Pascal geven. Zo van, hou het maar. Knikkers, oh mijn god. Supercoole knikkers. Maar knikkers zal hij wel raden, denk ik.
Dit is te makkelijk om te raden. Je houdt het in je hand en dan weet je gewoon meteen, oh, dit is een knikker. Nee, ik heb een vraagje. Heeft u misschien iets waarvan u denkt van oké, iemand die raakt dat zeg maar aan en hij weet niet wat het is. Zeg maar zonder het te zien, hij raakt het aan, maar hij weet niet wat het is. Verkoopt u daar misschien hier iets? Wat ga je maar doen met de foto's dan? Ja, nee, ik film alleen mezelf voor, dus u komt niet in beeld. Geen zorgen. Wat? Ja, dat is wel heel mooi. Holy shit. Pascal die woont in Hasselt, dus die zal vast wel weten wat een klomp is. Dus dat raadt hij echt meteen. Dus dit is geen goeie. Dit is een puntenslijper. Dit vind ik serieus een heel goed item. En het is ook nog niet zo duur. Dat is ook wel belangrijk. Het is niet de bedoeling dat ik iets heel duurs ga kopen. Dit is deze? Normaal, maar dan... Dit is het. Dit wordt hem. Oh, dat is zo cool. Alleen hij kan dit dus niet zien, maar het is wel heel cool. Denkt u dat hij het zal raden als ik dit zeg maar zo voor zijn neus doe en hij... Geen idee. Hè? Oeh. Een shout-out? Ja. Snel. Kijk eens aan. Komt het in de vlog? Geen eens shout-out naar mij. En shout-out naar zo. Yes. Komt het in de vlog? Ja, tuurlijk. Ja, okay. Alsjeblieft, hè? Yes. Oké, verlaat de winkel in stijl. Swag. Ja, het is denk ik niet echt iets wat ik zoek. Maar het is wel super cool dit. Ja. Oké, nou, ik ga dan even verder kijken, oké? Okay? Ja. Doei. Oké, dat was niet helemaal wat ik zocht, maar laten we weer even verder kijken. Oh, hier heb je wel een kledingwinkel. Wat zou je in een kledingwinkel kunnen halen wat zeg maar is van, oké, dat is cool. Oh, wacht, nee, hier heb je veel betere dingen. Wil je dat ik het even uitpak? Ja, graag. Ja. Maar als ik u dit had gegeven, had u dan geweten wat het was? Nee, hè? Nee. Of ik had moeten voelen aan het mesje. Ja. Dat ik dan dacht van, hoe, dit kon wel eens dit zijn. En de opening van de puntslijper. Mogelijk. Ja, mogelijk, maar heel moeilijk, hè? Heel moeilijk. Maar vindt u het goed, want ik heb nog een ander voorwerp gezien. Vindt u het goed als ik die aan u geef, als u het niet kijkt? Ja. En als u het dan raadt, dan koop ik het niet. Als u het niet raadt, koop ik het wel. Want als u het niet raadt, weet ik dat ik daarmee kan winnen. Ja, oké. Oké, ga ik dat pakken, ja? Ja. Moet u niet kijken? Ga ik dat even erbij pakken? Oké, kijk, dit is de winkel die we nodig hebben. Dit is wel interessant. Dit is een... Wat is dit? Een ladybug? What the fuck? Wat houdt dit in? Opgelet, niet naar de nabijheid van de boven... elektrische bediening. What the fuck? Maar dit is een soort vlieger of zo? Oh, dat is wel cool. Ik vond dit wel een hele goeie. Kijk. Oké. Okay. Oké, als u uw hand ophoudt, maar niet kijkt, dan ga ik het nu geven. Kunt u raden wat dit is? Ja. Een houten puntenslijper in de vorm van een voetbal. Volgens mij is het fout. Of niet, een puntenslijper. Oh, ja, dat is fout. Ja, u wil gewoon dat ik het koop. Het is een spaarpot. Ja, natuurlijk wist ik dat wel. Ik zat dan met de puntenslijper in mijn hoofd. Ja. Ja, maar... Dat hadden we ook alweer afgesproken. Als u het niet zou raden, zou ik het kopen. Dus dan koop ik het. Dus dan heb ik mijn twee voorwerpen al. Een spaarpot en een puntenslijper. Ja. Ja, en ik heb gewoon een leuk spelletje gevonden. Tongbrekers. Dat zijn de struikel- en stuiterzinnen. Ja. Dus dan ga ik dit kopen. Ja, u heeft het heel slim gedaan, want nu koop ik weer iets extra's. En heel overtuigend, hè? Jazeker. Ja. Maar u had misschien ook nog wat hij misschien niet zou kunnen raden. Dit. En dat is... Hier hebben we ook een piratenvlieger. Dit is deze wel leuk. Ik denk niet dat hij het gaat raden. Als ik dit eruit haal en ik leg het zo voor hem neer, is no way dat hij gaat raden wat de fuck dit is. Ik ga deze halen. Oké, en wat hebben we nog meer? Oh, hier heb je ook allemaal sleutelhangers. Klein knuffeltje. Klein knuffeltje, maar het heeft ook wat harde onderdelen. Ja, mag ik eens voelen? Dit is een L'tje. Mag je gewoon meenemen. Oh, superleuk. Nou, misschien kan ik het inzetten. Ja. Stel, als hij dit alsnog heel snel heeft geraden, dan zet ik deze joker in van u. Oké, okay. Super. Zal hij dit raden? Ik moet twee dingen hebben wat hij niet gaat raden. Oh. Nou, super. Hey, plezier. Ja, heel erg bedankt. En werk nog even. Tot ziens. Oké, doeg. Deze is wel cool. Een nijntje. Kom hier. Jezus. Dit zou ook wel moeilijk zijn, denk ik. Een nijntje.
Of nee, wacht, deze is nog moeilijker. Het is gewoon een... Oh, oké, kut. Dit is een sleutelanger, maar het is een varkentje. En hij moet gewoon raden wat voor sleutelanger dit is. Maar er is no way dat hij gaat raden dat dit een varkentje is. Er is no way. Ik ga deze twee doen. Yes! Goedendag. Hoi. Deze? Yes. Oh, mag ik missen? Ook deze drank? Ja, zeker. De eerste winkel en ik heb mijn twee items al, dus ik ga even Pascal bellen. Oké, ik heb hier een tasje en er is no way dat hij gaat raden wat dit is. Ik heb er ook nog een... hier, wacht. Ik heb er nog iets bij gedaan. Hier, ik heb er ook nog een aansteker bij gedaan. Dit zal ook waarschijnlijk best wel moeilijk zijn voor hem om te raden. Dus het zijn drie items. Dus misschien dat als hij de ene te makkelijk raadt, dat ik hem nog de derde gewoon ga geven. Ik heb geen idee, maar dat zien we dan wel. Maar ik ben benieuwd of hij het gaat raden. Ik denk dat het wel moeilijk voor hem gaat worden. Ik zie hem. Oh, daar is Pascal. Ik hoef hem geen eens te bellen. Hij zit hier gewoon. Hoi. Oh, ik ben echt benieuwd. Ik heb hier ook hele leuke spulletjes daar liggen. Maar je mag nog niet echt kijken, want het is doorschijnend. Ja, ik heb een slim zakkie waar je niet doorheen kan kijken. Dus, ja, dat is wel slim, ja. Hier zitten er twee items in. Goed, ik ben benieuwd, man. Gaan we even voelen? Ja, even lekker voelen. Even lekker voelen. Wat mij betreft mag jij als eerste. Ja? Dus ik leg hier nu een item in en dan moet jij gaan raden wat het is. Oké. Okay. Ogen dicht. Ja. De minuut gaat nu in. Oké. Okay. Oh. Het lijkt op een Lego ding of zo. Nee, is niet goed. Oh, kut. Ik dacht even van, wow. Of een soort dopje. Of een... is het een soort speelgoed? Ik heb hem wel gekocht op de houten speelgoedafdeling. Maar het is niet echt speelgoed. Het is niet echt speelgoed. Nee. What the fuck? Het is niet iets wat jij vaak doet. Niet iets wat ik vaak doe. Nee, wat jij vaak gebruikt. Ik denk niet dat jij dit dagelijks gebruikt. Ja, maar hoe moet ik dan weten wat het is? Nou, omdat toen jij op school zat, heb je dit wel heel veel op school gebruikt. Wel? Ja, heel veel. Oké, een puntslijper. Oh shit! Hij is echt wel goed, ja! Oh shit, wat een rare vorm voor een puntenslijper is dit! Ja, daarom dacht ik, raad je nooit! Jezus, wauw! Gek hè? Ja, what the fuck? Want maar dit, wat is het? Nou kijk, dit is zeg maar, als je een potlood hebt, dan kan je deze gewoon op die potlood doen. Ja? Snap je? En dan kan je gewoon zo schrijven. En als je hem dan wil slijpen, dan doe je hem gewoon van je potlood af. Slijp hem even en dan doe je hem weer zo op. Oh, gewoon een soort van fancy ding voor je potlood. Ja, nou, je hebt het wel goed gedaan. Ja, wel goed. Yeah. Damn. Shit. Stom, puntslijper. Oh, sorry. Oké, okay, kom erop, man. Oké, okay, ja. Nu eens voor jou. Oké, okay. Ik heb dit. Is het duur wat jij hebt gekocht eigenlijk? 3,25 euro. Dat voor mij was volgens mij 2 euro, dat dopje. Jezus, 2 euro voor een puntslijper. Ja, best duur. Ja, serieus. Tijd, de tijd, ja, 3, 2, 1, start. Oh mijn god, volgens mij heb ik dit in mijn handen gehad, serieus. Echt? Ja. Ja, ik weet sowieso wat het is. Ja, wat is het? Gewoon een sleutelhanger. Ja, oké, okay, maar wat voor sleutelhanger? Dat is de vraag, wat is het ding? Dit is de hand van God. Nee. Oh, want ik had zo'n sleutel hangen in mijn handen en dat was de hand van God. Nee, het is niet de hand van God. Is het iets? Dit is het haakje. Dus hier kan je hem vastklikken. Dit is het ringetje en dit is het voorwerp. Ja, maar wat is het voorwerp? Oh, gaan we zo doen, hè? Ja, ja, ja. Het gaat om het voorwerp. Het is een beertje. Nee, geen beertje. Het is wel een poppetje. Het is wel een... Ja, niet een poppetje. Het is meer een... Dier? Ja. Het is een dier. Het is een panda? Nee. Een knuffelbeer? Nee. Wat kan dit zijn? Het heeft twee oortjes hier volgens mij. Volgens mij zijn dit oortjes. Het heeft oortjes. Ja, het heeft oortjes. Een hamster? Nee! Ah, shit! Oh, mijn tijd is op! Man! Ik had het willen weten. Wat is het dan? Het is een varkentje. Oh my god, het is een varkentje. Ja, hij is wel schattig. Ja, hij is wel cute. Ja. Hij is wel een cutie. Dit is dus mijn tweede voorwerp. En ik ben echt heel erg benieuwd of Pascal... Dit kan raden. 1, 2, go! Spatel. What the fuck? Hoe kan je dat zo snel raden? Door de onderkant. Oh my god. Zeg maar, een spaarpot heeft meestal zo'n ding aan de onderkant dat je het uit kan halen, zodat je het geld eruit kan halen. Ik ben gewoon
Belazerd! Dit is gewoon een slecht item. Ja, best wel eigenlijk. Maar ook stel, ik had dit gleuf ook nog niet eens gevonden. Het was gewoon net ik de onderkant dat ik voelde. En dat was zo. Ja, nee, dat kon ik wel. Ja, ik had echt verwacht dat ik super seksistische reacties zou krijgen van jou, van dat spleetje, weet je wel. Nee, ik was nog niet eens bij het spleetje. Heb je nou serieus dat ding gewoon erin gekregen? Ja, ik heb hem nu al gemolst. Wat? Nee. Maar ik heb dan nu de joker, heb ik van die vrouw gekregen. Die joker? Ja, dit is de joker die ik ga inzetten. Shit, oké, ik kijk niet. Oké, hij gaat in 3, 2, 1, go! Wat is dit voor... Ja, nu ga ik ook moeilijk doen. Dit is mijn joker. Het is een soort knuffeltje. Dat klopt. Maar moet ik wel weten wat voor knuffeltje het is? Ja, net als bij die sleutelhanger. Ja, ik wil ook weten wat dit is. Oké, even kijken. Voor mij... Is dat denk ik de ogen of zo? Heeft hij grote ogen? Nou, niet per se groot. Je hebt het knuffeltje niet. Is het een coco'tje? Nee. Nee. Oh, nou. Wat is dit? Ik kan echt niks voelen. Het is gewoon echt één... Net zeg maar alsof je een korreltje poep pakt. Serieus? Ja, ik weet niet. Ik kan echt niks. Ik heb wel hier het kaartje zeg maar van... Oh, kijk, het is een knuffel. Dat heb ik wel vast. Ja. Maar... Nog 5 seconden. Het heeft een hanenkam. Is het een kuiker? Is het een kip? Is het een... Vogelsoort. Ja, stop! Het is een vogelsoort. Dat beest wat zijn... Een papegaai. Nee, dat beest wat zijn nek helemaal rondom... Een L? Ja. Het is een L. Ja, maar kijk hoe vernomd zijn hoofd zit dan. Wat is dit? Je had nooit kunnen voelen wat dit is. Nee. Het lijkt wel een beetje zo'n Whippy. Weet je wel, van Nederland. Ja, die vroeger kon sparen inderdaad. Dan kon je dit zo loshalen en dan kon je hem zo... Plakken. Ja. Dankjewel, lieve vrouw die mij heeft geholpen. Deze heb ik gewoon gratis van haar gekregen. Dus dit, en je ziet, je hoeft helemaal niet duur te zijn om te winnen. Dit heb je gewoon niet geraden. Dat was gratis. Ja, jeez, dat was zo... Maar wat een raar ding, joh. 3, 2, 1, go. Oeh, dit is groot. Ah, dat zegt ze wel vaak. Ah, dit is een... Oh, hoe heet het ook weer? Wat je doet op het strand als heel veel wind is. Een vlieger. Ja, het is een vlieger! Yeah. Ja! Nice! Ah. Zodra ik dit voelde, dat touw en dat handvatje, wist ik gewoon, dit is een vlieger. Ja, eigenlijk had ik dit handvat er niet bij, maar het hoort er ook wel weer bij, ja. Ja, klopt. Oh, nice man, nice. Ik heb een vlieger. Maar ik heb ook een joker en zo. Echt? Ik heb ook een joker! Nee, dat hadden we niet afgesproken. Dat maakt niet uit! Oké. Okay. Ik heb ook een joker! Kom op. Kan ik? Ja, ik kan. Really, Pascal? Dacht je dat ik dit niet zou raden? Really? Ik had gewoon gehoopt dat je sowieso... Hè? Maar ik weet niet wat... Het is ook nog geen eens een coole aansteker ook, man. Ik heb hem gewoon in huis gekocht. Het is wel, het is een coole auto, Wolf. Kijk hoe mooi. Ja. Vroom. Vroom, vroom. Ja. Vroom, vroom, kijk. En dan doet ze een nitro zo. Vroom. Vroom, vroom in mijn mom's car. Vroom, vroom. Ja, je hebt gewonnen. Nee, maar we hebben allebei één goed geraden. Oh ja, dat is waar. Je hebt niet gewonnen. We hebben allebei gewonnen. Nee, je hebt 2 van mij geraden. En ik heb 2 van... Oh nee. Ja, oh, ik heb 2. Ja. Wow, we zijn even goed. High five. Dubbel. Oh, sick. Shit. Damn. What a... Ow. Je schrok echt heel erg. Ik kreeg gewoon in één keer een traantje in mijn ogen. Ik dacht van, ik ga dood. Ja, dat ben je natuurlijk niet gewend hier zo. Nee. Sorry man. Oh jezus. Oké, laten we even fris lucht gaan halen buiten. Ja. Pas op! Ah! Holy shit. Besef eventjes, deze regen. We hebben 10 minuten buiten gestaan in de regen.
zijn we op de foto geweest met echt super veel toffe fans die we tegenkwamen. Ik denk een stuk of 40 mensen in totaal. Ja, of zo. Zoiets wel. Damn, in één keer kwamen die uit out of nowhere. Gewoon... Ja, maar er kwamen ook steeds meer en dan weer. Maar ja, zo gaat dat in een, ja, ik wil de hele tijd zeggen dorp, maar het is gewoon een stad. Ja, eigenlijk wel. Het gaat zo snel mond op mond en dan weten ze allemaal dat je het bent. Maar super gezellig. Ze zijn even op de foto geweest. We zijn nat, maar hey, we zijn niet van suiker gemaakt. Nope. We wilden dus een video opnemen in het park. En in het park zijn kippen, alleen ja, het regent dus nog steeds heel hard. Maar maakt niet uit. Hallo, kippies. Zo, die heeft vet mooie pantoffels aan, zie je dat? Jij bent een mooi kippie. Je bent een mooi kippie! Hun staan in ieder geval wel droog. Wij gaan ook naar een droog... Oh, hier heb je er nog meer! Ja, hier heb je ook een duif of zo. Wow! Dit zijn andere kippen. Kippen zonder haan dingen of zo. Kijk hoe raar! Normaal heeft een kip toch zo'n ding erbovenop. Hey! Maar deze zijn gewoon kaal. Hallo! Lijkt net op vogels, maar dan als een kip. Ze lopen als een kip. Ja. Kipvogels. Hier heb je allemaal duiven. Dat is wel duidelijk. Dit zijn gewoon duiven. En wat hebben we hier? Hey! Ook rare kippen. Hallo! Wat, zijn die jonge kippen of zo? Wow! Hey! Niet pikken naar. Pik zo op mijn camera! Al die hoofdjes zo van: wat is dit? Wat doet die jongen hier met die camera? Wat is dat? Oprotten met de camera! Ja, oprotten, oprotten! Pascal, kom eens kijken. Ja? We moeten oppassen, want we bevinden ons in gevaarlijk bos. Hoezo? Er is hier ergens een roofdier gaande. Oh my god! Niet met mijn statief! Oh ja, dat is jouw statief! Ja. Oh ja, nee, dat is niet zo best dit. Nee, wat loopt hier voor monster rond in Hasselt in het bos? Ja, je hebt hier wel een Bigfoot, hè? Zeg maar daar verderop. Daar heb je van die supergrote voeten. Oké. Okay. En oh, ik zie hem daar denk ik lopen. Huh? Daar huppelt hij. Oh, het is een kleine Bigfoot. Het is een kleine Bigfoot. Small foot. Een smallfoot. Ja, er is hier een muis slachtoffer geworden van Smallfoot. Dit is serieus wel een chill plekje om op te nemen, ook al regent het. Je schreeuwt altijd. Ja, dat is toch ook niet zo gek als je iemand laat schrikken. Oh, ik had al verwacht dat je dacht dat ik hier zou komen, dus ik denk ik loop zo om. Oh shit, maar zo doe je dat dus altijd, al je Instagram foto's. Ja, dan zet ik het gewoon ergens neer en dan ga ik gewoon heel sexy zo staan en dan... Oh. Timer en dan what up. Ja. What up. We gaan even een spelletje spelen, zeg geen ja en zeg geen nee. Dat nemen we op voor Pascal. Zijn YouTube kanaal? Ja, dat klopt. Hé, hey, dat mag je niet zeggen! Ja, jongen. Ja, waar slaat het nou weer op? Oké, okay, weet je wat ook wel goed zal zijn? Zeg geen scheldwoorden. Zeg geen scheldwoorden, ja, dat is... minder fijn. We kunnen wel even een test doen, oké? Okay? Oké. Je krijgt 30 seconden en in die tijd mag je geen ja of nee zeggen. Oké, cool. Ja? Ja. Oké, de tijd gaat nu in. Oké, Pascal, hoe was de dag vandaag? Ja, was leuk. Wauw. Wauw. Ik was het gewoon instant vergeten. Wauw. Opnieuw. Oké, één keer nog opnieuw. Ja, één keer opnieuw. Eén keer nog opnieuw. Oké. Dit was echt stom. Oké. Het eerste woord wat je zei was gewoon ja. Maar meestal begin ik zoals nu van ja, maar ik begin er meestal met ja. Oké, komt u nog een keer opnieuw, ja? Ja. Geen ja dus. Oké, 3, 2, 1, go. Nou, Pascal, het weer is niet zo chill, hè? Klopt. Het is echt gewoon rot weer. Ja, hou je van de zon? De zon is wel mooi, ja, de zon is wel een prachtig ding. De vakantie komt eraan. Ga je binnenkort op vakantie? Misschien. Ja, de 30 seconden zijn bijna voorbij. Wil je nog iets zeggen tegen de kijkers? Sup op mij. Dik vet piece of zo? Dikke vet piece, swag. Je hebt de 30 seconden lang volgehouden. Of nee, toch niet? Ja, maar nu zijn... Linkje van zijn video staat in de beschrijving. Dit bedoelde Pascal net met Smallfoot. Yeah. Nou, dit is toch eigenlijk wel een beetje... Je kan het heel lastig zien. Ik moet daarvoor toch even uit de auto stappen, denk ik. Kijk, nu kan je het beter zien. Dat is gewoon één grote voet in de lucht. En daar ook.
Kevin is echt een baas. Kevin, jij bent een baas. Kevin laat zich serieus hier gewoon naar beneden vallen. Het is echt... Oh! Kevin! Ja, maar... Kijk nou eens uit. Waar ben je nou weer? Kom hier. Ah, je zit nou weer helemaal hier onder... Kom hier. Kevin, die had wel een rolletje kunnen spelen in Jackass. Ja, maar echt hoor. Echt een wild beest. Maar ja, echt blij. Niet normaal hoe druk die is. Kijk hoe blij die nog is. Ja. Oh. Nou, even een kont showen. Hamsters kunnen wel echt heel veel hebben. Ja, klopt. Maar dit is gelukkig nog niet een hele erge hoogte. Dus deze hoogte kan die ook wel vanaf vallen. Ja, dat maakt niet zo uit. Nee. Het is zeg maar net een kat. Hamsters komen ook altijd op mijn pootjes terecht. Alleen hamster die heeft één heel kort leven. Ja, dat is waar. En niet 9 keer 3 jaar of zo wat ze worden. Ja, precies. Maar weet je wat hij ook wel eens doet? Dan gaat hij gewoon hier, gaat hij dus echt zo klimmen. Maar dan is hij bijvoorbeeld hier en dan bedenkt hij zich in één keer van... Oh, dit is wel een mooi moment om het te laten vallen. En dan... Boom! En dan... Ja, maar wat doe je nou? Of dan gaat hij deze dingen... Gaat hij zeg maar zo afknagen. Dan haalt hij dit er zo zeg maar af. Ja. En dan zit hij hier op bijvoorbeeld, terwijl hij dat doet. En dan valt het zeg maar zo naar beneden. En dan valt hij erbij. En dan zit zo van... Really? Kevin heeft gewoon schijt. Kevin ja, is een stuntman. Ja, en had gewoon zijn hele koortje... Oké, wat ben je nou in? Oké. Kevin, wat ga je doen? Hij wil weer de open wereld in. Hij denkt, dit is wel iets te hoog als ik hier val. Yeah. Nou, toch maar in mijn kooi. Nee, en nice. Mijn trappetje is kapot. Oh, top. Ja, nee, top. Bedankt, Pascal. Dankjewel. Nu wist je het! Ik wist het gewoon! Yeah man, we hebben het eten! Wow, wat? Ik dacht dat we ongezond zouden eten, maar we hebben gewoon groente gekregen. Ja, dit is wat we eten. Dit wat eronder zit, dat is gewoon bijzaak. Oh, dit is het enige wat we eten? Ja, dat is het enige wat we eten. Eten ze dit altijd in Hasselt? Ja, dat is Hasselts voer noemen we dat. Wauw, nou een echt Hasselt gerecht. Ja, dat is echt fucking lekker. Ja, lekker man. Hoezo? Had je er niet super veel zin in. Ja? Wat is dit dan? Dat is zeg maar de vuilnisbak waar je het uiteindelijk in gooit. Oh, dit eten we niet op? Nee joh, waarom zou je dat opeten? Dit gaan we niet eten? Nee joh. Oh, nou, dit ziet er ook niet zo lekker uit. We eten dat wel. Ja. Kevin en ik gaan naar huis. Kom nog uit je holletje om gedag te zeggen. Kevin! Dat snap ik dan niet, hè. Dan blijft hij, zodra je zeg maar echt wil gewoon dat hij naar buiten komt, dan blijft hij gewoon liggen. Oh. Ik hoor hem. Of toch niet? Dat is geen hamster. Sorry Kevin, maar ik laat je hier in de stank. Lekker rusten. Zo! Oh, dat is echt een... Oh! Dat is echt een geur. Oh! Die kapsalon in Hasselt is super lekker, maar het doet echt iets verkeerds met je maag, joh. Mijn stoelgang is helemaal naar de kloten. Zo. Oké, we gaan even naar een rustige plek, want er zitten twee fans in de auto. Ja, yo! Oh my god! Dit is een beetje chaotisch, want heel Hasselt is hier met ons. Vinden we heel erg gezellig, maar het is een klein beetje gevaarlijk, want iedereen rent op de weg. Dus we zoeken heel even een rustig plekje op. En dan gaan we even met iedereen rustig op de foto, toch Pascal? Ja, dat is wel het plan. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Daar heb je wel een grasveldje. Ja? Oh, dan gaan we naar dat grasveldje. Daar kan ik wel even inzetten. Oké. Okay. Gast, iedereen is zo jaloers op ons nu, hè? Ja, en iedereen wordt ook heel moe. Ze moeten wel een goede conditie hebben. Want ze rennen de hele tijd achter ons. Ik vind hier zo. Zullen we gewoon de hele tijd rondjes blijven rijden? Kijk, kijk hier niet langs vol. Is daar echt door een grasveldje? Ja, hier was een grasveldje. Komt dit online? Als het maar... Ik bewaar dit voor later of als ik oud ben. En dan kijk ik dit terug. Nee, dit komt online. Nou, zet ik hier de auto neer, gaan we hier op het grasveldje. Kunnen jullie tegelijk zeggen SO naar William? Wacht, ik wil het ook. Oké. SO naar Rames. 2-1. SO naar William. Oké. Nog een keer en nu SO naar Rames. Oh shit, ik heb niet gevonden. 3-2-1. SO naar Rames. Oké, wacht, ik heb... Hé, dit zijn we goed in, man. Ja. Nog een keer, nu. 3-2-1. En zo naar William. Yes. Yeah. Yeah. Ja, ik wist niet wat ik moet zeggen. Let's go, ik ben je achterleven. Okay. We gaan naar buiten. Hey, wij mochten wel als eerst met jou op de hey, vrienden! Ja, gaan we maar naar buiten. Oké, sick. Ik sta hier ongeveer, ik denk een half uur, 3 kwartier. Ik heb, als het goed is, een foto gemaakt met iedereen. Met iedereen
En ik heb ook een handtekening neergezet op iedereen. Volgens mij klopt dat ook wel. Ja, ja, ja. En dit is echt heel erg leuk. Want wat ik nu heb gedaan, is ik heb nu even al mijn informatie in een vriendenboekje geschreven. Ik heb zijn nummer! Super! Ik heb mijn nummer hier neergezet. En ik had geen foto van mezelf, ik had wel een foto van D. Dus hier heb ik de foto van D. Waar is die jongen? Hier. Kijk, jouw vriendenboekje. Hoppa! En shout-out naar iedereen in Hasselt! Hoppakee, zitten we in de auto? Ja, zitten we dan. Nou, dit was Hasselt. Ja, leuk toch? Hoppakee, even Hasselt op de kaart gezet dan maar. Ja, zeker weten. Super tof, 7000 inwoners, maar wel 7000 hele lieve. Ja, ik heb een beetje het gevoel dat ik ze allemaal heb ontmoet, want we staan hier echt super lang al. We komen maar niet weg, maar is helemaal niet erg. Heel veel handtekeningen en foto's uitgedeeld. Nu ga ik jou even snel thuis afzetten en dan rijd ik door naar huis even een uurtje. Daar gaan we, let's go! Zo, ik ben weer thuis en ik wil jullie allemaal heel... Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem super tof. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Als je dat nog niet hebt gedaan in ieder geval. En hopelijk checken jullie morgen mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace!